Maar Van Britsom, we zijn hier vandaag in Brugge. Jullie speelden de openingsmatch in de Super League tegen Anderlecht, tegen de kampioen meteen. Hoe viel het mee? Ik vond dat dat zeker goed meeviel. We konden de eerste helft zeker goed mee en dan stonden we 0-1 achter. We konden dat zeker nog recht trekken, maar dan de laatste kwartier, 10 minuten waren er zeker te veel aan voor ons. Dat zag je conditioneel. Werden we echt overlopen. Zij hebben al een voorbereiding gehad met Champions League. Ja. Dat heeft natuurlijk voordelen gehad voor ons, voor hen. Wij hebben dan tegen ploegen gespeeld die steeds eerste nationaal, tweede nationaal. We hebben nooit echt ondergelegen daarbij. En ik vond dat je dat toch wel merkte dat we daar dat meespeelde. Ja. Je bent nieuw hier bij Club Brugge. Hoe valt het allemaal mee? Ik ben hier heel goed terechtgekomen. Het is echt een heel plezier om in zo'n groep en terecht te komen. Ik heb vorig jaar niet zoveel gespeeld. En hier krijg ik dan toch wel direct dat vertrouwen van de ploeg en van de coach. En ik ben zeer blij dat ik deze stap heb gezet naar hier. En ik kan alleen maar positief zijn. Ja. En hoe zie je het seizoen met Club Brugge? Het is nog maar deze match. Er is nog niets gespeeld. Het is nog een heel lange weg. Ik denk dat wij steeds gaan groeien. Ik zie het zeker positief eigenlijk. We gaan zeker punten oppakken. Er is hier nog niets gespeeld. Oké, ik dank je. Veel succes voor het vervolg. Dank je wel.